Welkom. We gaan deze keer kijken naar een specifieke toepassing van onze bewijstheorie. Het is iets anders dan wat je tot nu toe gezien hebt. Tot nu toe hebben we gekeken naar hoe we een correctheidsspecificatie van een statement kunnen bewijzen. Hier laten we zien dat deze bewijstheorie ook de ontwikkeling van correcte programma's ondersteunt. Dat wil zeggen, we starten met een specificatie, we hebben nog geen statement, en dan laten we zien hoe we door toepassing van de bewijstheorie kunnen komen tot een programma. Dat idee dat illustreren we aan het volgende probleem, het berekenen van de minimumsom-sectie van een array. We hebben een array gegeven, dus eendimensionale array van integers naar integers. En voor elk interval van die array A, dus i en j zijn integer waarden, variabelen. En i en j geven een interval aan, dus alle waarden die in A zijn opgeslagen vanaf i tot en met j. Van dat segment, dat noemen we ook wel segment of sectie, van dat segment kunnen we de som definiëren. Dat staat hier gedefinieerd in de gebruikelijke gegeneraliseerde somnotatie. Dus S, subscript I en J, waarbij natuurlijk bedacht moet worden dat I kleiner of gelijk aan J is, is de som van alle elementen vanaf I tot en met J. Nou, wat we nu willen uitrekenen, gegeven een upper bound, is wat de minimumsom is van een sectie uit de array A. Dus formeel betekent dat we willen in een output variabele som berekenen wat de minimum is van al deze sommaties over de verschillende intervallen van de array. En je bekijkt die array, dat is zo'n lab, zo'n stuk, en je hebt een willekeurig interval en die heeft een som. En dan heb je weer een ander interval, die heeft ook een som. En daarvan willen we het minimum bepalen. Ja, als voorbeeld hier, we hebben een array A en slaat op 5, of we kijken naar een stuk bestaande uit 5 elementen. Nou, veronderstel dat het eerste element op 0, index 0 is 5, min 3, op de tweede plaats, etc. Nou, dan kun je een beetje puzzelen, maar daar kun je al snel van overtuigd raken dat dit segment, dat interval vanaf 1 tot en met 3, dus dat zijn deze drie opeenvolgende getallen, als je die bij elkaar optelt, dan krijg je min 7 plus 2 is min 5. Ja. En nou, dan kun je checken van dat is inderdaad de laagste waarde van de som van een segment, want ja, kijk maar, ja, wat ook een segment is, is elke afzonderlijke waarde. Dus 5 is een afzonderlijk segment, nou, dat is 5 is al groter dan min 5, dus elk van die waarden afzonderlijk zijn al groter. Nou, neem een willekeurig andere segment, bijvoorbeeld van min 3 naar 2, nou, dat is min 1, nou, dat is groter dan min 5. Tel de hele zaak op, nou, dan zul je ook zien dat het groter is dan min 5. Dus je kunt dat allemaal uitputtend testen en dan zul je zien dat min 5 inderdaad de laagste som is. Nou, hoe zou je dit berekenen? Nou, een hele simpele methode om dit te berekenen. Als je enigszins enige programmeerervaring hebt, dan schud je zo uit je mouw een dubbel loopje. Ja, want dat is het idee van zo'n dubbel loopje. Nou, je begint bij 0, het nulde element. Je zet som op 0. Je kunt beter som op A0 zetten. Je zet som op A0 en dan neem je een tellertje, zeg K, en die loopt dan van 0 naar 1, naar 2, naar 3. Etcetera. En voor elk segment met vaste beginpunt 0 reken je de som uit. En dan neem je iedere keer het minimum van die som met de gegeven waarde van som.
ben je klaar, dan ga je terug en nu ga je hetzelfde doen vanaf het tweede element. En dan laat je dat tellertje weer lopen en bereken je weer het minimum van al die segmenten vanaf het tweede element. En zo kun je dat doorgaan en dan uiteindelijk zul je inderdaad dit berekend hebben. Maar dat is dus kwadratisch in de lengte van een array. Het is een dubbele loop. De vraag is, kan het ook lineair? En nu zullen we laten zien, door systematisch na te gaan denken over wat we nou eigenlijk willen, dus echt nadenken over de specificatie, en niet direct maar aan het programmeren slaan, maar eerst bekijken wat de specificatie is en hoe we de specificatie kunnen gebruiken voor het afleiden van een programma. Eerste punt is, als je dit lineair wil oplossen, dan ligt het voor de hand het volgende te denken. Stel dat je ergens al bent op de k-index, want lineair betekent dat je gewoon één voor één die elementen bij langs gaat. En dan moet het zo zijn dat als je aan het eind gekomen bent, dat in som dus de gewenste waarde is. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, eigenlijk alleen maar als je het zo kunt regelen dat als jij op de kaderpunt staat en je hebt dus al een beginstuk van je array verwerkt, dat je dan op dat moment geldt dat som de minimum is van een sectie binnen dat beginsegment. En dat hebben we hier geformaliseerd. We introduceren een invariant, duiden aan met S, of we definiëren een waarde SK, en dat is het minimum van al die segmenten, secties, die bevat zijn in het stuk tot en met K, dus de beginstuk. Dat noemen we SK, dus dat is het minimum. Als we dit berekend hebben voor k en we zorgen en we hogen k met 1 op en we weten en we zorgen dan ervoor dat deze relatie behouden blijft, dat sum, we moeten dan zo regelen dat sum deze waarde heeft. Sum is het minimum van al die secties die bevat zijn in het beginstuk tot en met k. Dan gaan we k met 1 ophogen, nou, dan willen we dus dat deze relatie behouden blijft. Dus dan moeten we het een en ander gaan doen om deze relatie te behouden. Maar afgezien daarvan, als we al kijken naar het eind, als kn is de upper bound, ja, dan zien we dus automatisch dat we het doel bereikt hebben. Dus we hogen k op en stel voor dat we erin slagen om ervoor zorgen dat sum gelijk is aan deze waarde, minimum van al die segmenten die bevat zitten in dat beginstuk. Nou, als we aan het eind zijn, dan weten we dat sum de verlangde waarde heeft. Dat heb ik hier neergezet. Hè? Dus als k gelijk is aan n, dan is dit precies datgene wat we beoogden te berekenen en op te slaan in de eindwaarde van sum. Dus wat we nu gaan doen, is een, wat ik al gezegd heb, dus dat is een loop-invariant. Een invariant, of een loop maken, die als invariant deze bewering heeft. Dat sum moet gelijk zijn aan de waarde van SK. He, dit is gewoon een wiskundige definitie, maar sum is jouw programmavariabele. En we hebben een programmavariabele K, en dat wordt ons tellertje. En dat tellertje, dat loopt vanaf, nou, waarschijnlijk moet dat 0 zijn. Vanaf 0 tot en met n. Ik denk dat dit een typo is, dat moet 0 zijn. Maar dat zullen we zo wel zien. Dus dat is het idee om zo'n loop te construeren. Die deze betrekking behoudt. Maar wat doet die loop? De basisidee van die loop is, omdat het lineair is, dat die k met 1 opgehoogd wordt. Dus we moeten zien van als we k met 1 ophogen, ja, dan moet
sum natuurlijk gelijk zijn aan SK plus 1. Hè, want we willen deze relatie bouwen. Dus nogmaals, gaan we K met 1 ophogen, dan geldt niet meer dat, dan blijft nog steeds zo dat sum gelijk is aan SK, maar dan moeten we de waarde van sum dus zo veranderen dat de waarde van sum nu is gelijk is aan SK plus 1. Nou, dan ligt het voor de hand om te kijken wat dat is, SK plus 1. En hier komt een aardig iets. We gaan nu analyseren wat de, volgens deze definitie, wat de waarde is van SK plus 1. En dan gaan we proberen om de waarde van SK plus 1 uit te drukken in SK. Dan heb je een soort inductieve definitie. En als je dus erin slaagt om SK plus 1 in de, uit te drukken als een functie van SK, nou, dan kun je dus die functie implementeren zodanig dat die sum geüpdate wordt door middel van het uitvoeren van die functie. Want SK heb je al. Ja. Dus als we, nogmaals, als we een functie kunnen maken zodanig dat SK plus 1 is die functie toegepast op SK, nou, dan kunnen we dus die functie zelf op sum toepassen om te verzorgen dat die invariant behouden blijft. Dus dat is het idee. En dat gaan we nu illustreren. Dus we gaan dan gewoon analyseren wat is de definitie van SK plus 1 en hoe kunnen we SK plus 1 schrijven als een functie van SK. Nou, daar gaan we. Gewoon de definitie opschrijven. Hè, wat is SK plus 1? Dat is het minimum van al de som van al die secties vanaf 0 tot en met K plus 1. Oké. Nou, wat gaan we nu doen? We willen die SK plus 1 dus schrijven als een functie van SK. Dus dan moeten we hier in dit patroon SK ontdekken. En dat eruit tillen. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, want SK zijn alle, de som van alle secties van 0 tot en met K. Als je dat eruit haalt, uit deze verzameling van secties, welke secties hou je dan over? He, stel, ik haal, he, dit is een verzameling van allemaal intervallen. Allemaal intervallen van 0 tot en met k plus 1. Stel, ik haal daaruit de verzameling van intervallen van 0 tot en met k. Want dat is mijn SK en daar wil ik heen. Ik wil SK plus 1 definiëren in termen als een functie van SK. Dus nu vraag ik mij af, van wat houd ik dan over? Welke intervallen hou ik over als ik alle intervallen van 0 tot en met k eruit haal? Nou, als je, dat kun je bijna geometrisch voorstellen. Dat zijn al die intervallen met k plus 1 als vast eindpunt. Dus dat zijn alle intervallen 0, k plus 1, 1, k plus 1, 2, k plus 1, 3, k plus 1, etc. Al die intervallen, die hou je over. Dus deze verzameling kun je schrijven als een vereniging van SK plus alle intervallen met K plus 1 als vast eindpunt. En het beginpunt variërend lopend over die hele array. Nou, dat zie je hier formeel opgeschreven. Hè. Ik heb dus deze verzameling van secties, van intervallen, die heb ik herschreven tot een vereniging. Deze alle intervallen die liggen tussen 0 en k, hè, vanaf 0 en tot en met k. En hier zie ik alle intervallen met k plus 1 als vaste eindpunt. En die i die loopt dan van 0 tot en met k plus 1. Nou, dat kun je je zo voorstellen. Dat ik deze verzameling zo kan opsplitsen in deze twee deelverzamelingen. Nou, en hier zien we dus die SK al staan. Maar nu moeten we, hè, die SK is het minimum van dit ding. Ja. Maar hier hebben we dus, gaan we berekenen, het minimum van dit plus dat. Nou, nu is het eenvoudig in te zien dat het minimum van deze hele verzameling, dat is het minimum van deze verzameling en het minimum van deze verzameling. Misschien even over nadenken, maar dat is niet zo moeilijk in te zien. Ja. Dus je kunt die, dat is nogmaals, het minimum van deze hele verzameling is hetzelfde als het minimum nemen van het minimum van deze verzameling en het minimum van die andere verzameling.
Misschien moet je daar even over nadenken, maar dat is niet zo, niet zo moeilijk om dat in te zien. Nou, en dan hebben we hier dus een minimum van al deze intervallen die liggen tussen 0 en k, hè, met 0 en k als grenzen erbij gerekend. Dat was onze SK. En daar wou ik dus heen. Hè? Dus nu kan ik SK plus 1 schrijven als een functie, namelijk het minimum van SK. Nou, en dan heb ik hier maar even een symbool voor geïntroduceerd. Dat heb ik nou even TK plus 1 genoemd. En in het algemeen defineer ik TK. Dat is het minimum van al die intervallen met K als vast eindpunt. En die I die loopt dan vanaf het begin tot en met die K. Dat is de algemene definitie. Zo, ja, waarschijnlijk realiseer je dan wel van, ja oké, mooi dat je nou die SK plus 1 als een functie van SK hebt gedefinieerd, maar dan komt er wel hier zo'n TK plus 1 op de proppen zetten. Dus, maar dat ga ik zo vertellen, wat we daarmee doen. In principe zouden we nu al een sketch, een eerste benadering kunnen geven van ons programma. Namelijk, we zetten k op 0 en sum op a0. En wat is de body? We hebben de k loopt door je array heen. En dat doe je zolang k ongelijk is aan n. En wat doen we? Dat hebben we al beredeneerd. Als we k met 1 ophogen, dan moeten we zorgen dat de invariant behouden blijft. En dat hebben we berekend hier. Dat krijgen we door aan sum toe te kennen, minimum van sum en tk plus 1. Nou, die tk plus 1 komt hier nog uit de lucht vallen. Maar daar gaan we ons zo meteen zorgen over maken. Eerst kun je nou eenvoudig inzien dat dit inderdaad correct is. Want dit is de invariant. Hè? We gaan nu verifiëren dat dit in de invariant. Eigenlijk is dat triviaal, want zo hebben we het eigenlijk al helemaal afgeleid. Nou, dit is de invariant, dus we moeten laten zien dat de invariant ook inderdaad waar is. Hè, na deze initialisatie. Dus dan moet je hier voor k0 substitueren en voor sum moet je a0 substitueren. Nou, dit geldt natuurlijk. 0 klein of gelijk aan 0, klein of gelijk aan n. Dat is onze aanname, dat n de upper bound groter of gelijk aan 0 is. En dat a0 gelijk is aan s0, dat is per definitie van s0. Nou, wil je dat nog even zien? Was s0. Hè, hier is de definitie van sk. Nou, s0, welke intervallen zijn dat? Ja, er is maar één interval, dat is het beginwaarde. Hè? Elke waarde van een array is zelf ook een interval. En dus s0 is gewoon de eerste waarde van de array. Dus hiermee hebben we laten zien, door middel van assignment axioma en sequentiële compositie, dat de invariant inderdaad daar geldt. En ja, dit was onze aanname, hè, dat de upper bound groter dan 0 blijkbaar. Ik dacht groter of gelijk aan 0, nou, dat moeten we even checken. Volgens mij, ik dacht eerst n groter of gelijk aan 0. Maar goed, dat maakt het niet zoveel uit. Nou, dit impliceert dat, hè. Dat was het idee. Hè. Als je twee asserties boven elkaar hebt, dan moet de bovenste de onderste impliceren. Hè. Dus verkapt. Een toepassing van de consequence-regel in de formaat van een geannoteerd programma. En A0 is S0 is gewoon per definitie zo. Dat hangt niet van de toestand af. Dat is gewoon de definitie van S0. Goed, nu moeten we bewijzen dat dit een invariant is. Dus de algemene methode is dan om deze invariant aan het einde te zetten als postconditie van de body van de loop. En dan moet je hem er doorheen trekken en zien dat die inderdaad aan het begin geldt, gegeven dat die boolean guard geldt. Nou, dat gaan we doen. Ook weer door middel in eerste instantie van het assignment axioma. Dus vervangen k door k plus 1, dan krijgen we dit. Ja, merk op, we moeten k hier vervangen, maar hier natuurlijk ook. Hè? Het is een index, k, dus die moeten we ook vervangen. Dus we kijken nou k plus 1 groter of gelijk aan 0, kleiner of gelijk aan n. En sum is gelijk aan sk plus 1. Dus nu passen we wederom
assignment-axioma toe. Vervangen gewoon sum hier door deze rechterkant van de assignment. Dus je krijgt nu dit. En dit heb je gewoon klakkeloos gedaan. Hè? Dit kun je doen zonder na te denken. Alleen nu moeten we een beetje na gaan denken, want we weten als die invariant geldt en we gaan de loop in, oké, dan weten we nog steeds dat k, dit nemen we gewoon mee, hè, want de toestand verandert niet, maar we weten tevens dat k ongelijk aan n is. Met andere woorden, we weten dat k plus 1 kleiner of gelijk aan n is. Ja, dus dit impliceert dat. Nou, we weten nou dat sum is sk, maar we hebben al beredeneerd dat het minimum van de sum en tk plus 1, dat was sk plus 1. Hè? Deze implicatie, dat hebben we al laten zien. Want we hebben laten zien dat sk is gelijk aan het minimum, sk plus 1 is gelijk aan het minimum van sk en tk plus 1. Nou ja, en die som is sk, dus daarmee geldt dus deze implicatie. Nou, en dan resteert de uiteindelijke postconditie. We gaan de loop uit, dan weten we dat het niet zo is dat k ongelijk aan n is. Dus k is gelijk aan n. Nou, en dan weten we, en we weten natuurlijk dat sum is gelijk aan sk, dus sum is sn. Klaar. Maar eigenlijk is dit dus triviaal, want de kern zit hem in deze implicatie en dat hebben we gewoon zo afgeleid. Puur door wiskundig te redeneren. Maar ja, nu zijn we natuurlijk niet klaar, want dit programma kun je niet uitvoeren. Hè, die tk plus 1, dat is een definitie. Hè, dat is de som van alle secties met k plus 1 als rechterpunt. Ja, die moeten we natuurlijk ook uitrekenen. En ja, misschien denk je van, ja, nu ga je een dubbele loop in of zo. Dat zou je kunnen doen. Hè? Dat je die tk plus 1 ook weer met een aparte loop gaat uitrekenen. Dat je hier een loop gaat maken waarin je die tk plus 1 gaat uitrekenen. Ja, dan zijn we weer terug bij af. Nee, wat we daar tegen gaan doen, is het weer hetzelfde verhaal. We gaan weer proberen op basis van deze definitie, die tk plus 1 te definiëren als een functie van tk. En dan kunnen we die functie dus toepassen. En als we dan een nieuwe variabele introduceren, met als invariant dat die nieuwe variabele gelijk is aan tk, dan voordat we die sum doen, gaan we die variabele tk updaten, zodanig dat die gelijk is aan tk plus 1. En vervolgens kunnen we sum updaten. Oké, nou ja, dit was verder triviaal. Dus nu gaat het hierom. En dat wordt dan natuurlijk spannend, want hier moet nou uitblijken of we het inderdaad lineair kunnen doen. Dus of we inderdaad netjes tk plus 1 kunnen definiëren als een functie van tk. Nou, wederom, je kunt urenlang turen naar dit symbool, maar wat je altijd moet doen in de wiskunde enzovoort, is meestal gewoon definities uitvouwen. Je pakt de definitie en vervolgens ga je kijken hoe je die definitie verder kan masseren tot datgene wat je wil. Dus de definitie hier, tk plus 1, was het minimum van al die secties met k plus 1 als vast eindpunt. En i die loopt dus vanaf 0 tot en met dat eindpunt. Nou, net zo goed als met die sk plus 1... willen we dus nu in deze definitie, willen we die tk eruit halen. Of kijken of we die tk hierin kunnen zien. Nou, wat is tk? Tk zijn alle secties met k als vaste punt. Eindpunt. En i lopend vanaf 0 tot dat eindpunt. Nou, stel dat ik, doen we weer hetzelfde, stel dat ik die intervallen eruit uithaal. Welke houd ik dan over? Welke houd ik dan over? Laat even stilte vallen, ik wil even nadenken. Hier gaat het toch iets anders. Ja, ik ga dus nog niet direct tk eruit halen. Er zit nog een tussenstap in, dus dat is nog even iets
iets ingewikkelder dan ik in eerste instantie dacht. Want ik doe dus deze stap, ik analyseer deze, ik herschrijf deze verzameling eigenlijk als een vereniging van al die segmenten. Tot en met K? En het segment, tot en met K. En het segment K plus E zelf. Oh ja. Ja, dus I. Dus met, ja, dus degene die ik eruit haal, dat is gewoon dat laatste punt, AK plus E. En dit is, als het goed is, TK. Nee, nog niet. Maar in ieder geval, wat ik in eerste instantie dus hier blijkbaar doe, is deze verzameling van secties, zie ik dus als al die secties, waarbij K plus 1 als vaste punt, en die I die loopt tot en met K. Dus 1 valt eruit, dat is precies deze, van K plus 1. En we weten SK plus 1, K plus 1, ja, dat is een interval met één element, dat is gewoon AK plus 1. Ja, maar dat is inderdaad, die term die er nu staat, is nog geen TK, nee. Want er staat K plus 1. Ja, ja. Ja. Ja, dus dat maakt het een beetje, dit is wat ingewikkelder dan die SK plus 1, dat kreeg ik makkelijk. Maar hier gaan we met een tussenstap en die zie je nu vervolgens, nu zie je die TK opdoemen. Eerst herschrijven we die SK plus 1, K plus 1 tot AK plus 1. Ja, dit is gewoon één element. Maar nu ook wederom gaan we dus zo'n interval van I tot en met K plus 1, de som daarvan, dat kunnen we natuurlijk schrijven als de som van alle waarden van I tot en met K plus dat K plus 1 element. Dus al deze sommaties zijn gelijk aan deze sommaties. Ik tel al die waarden vanaf I tot en met K op en dan moet ik daar gewoon door met, want die AK plus 1 bij optellen. Dus deze verzameling kan ik ook schrijven als een minimum van deze verzameling. En nu heb ik die AK plus 1 hier als daar. En nou is het eenvoudig beredeneren dat met, dan sowieso eerst nog deze stap, dat ik deze AK plus 1 eruit kan halen. He, want een minimum van een stel getallen plus een vast getal, dat is een minimum van al die getallen plus dat getal natuurlijk. Dus dan haal ik die AK plus 1, ja, kan ik eruit halen. Dus uiteindelijk krijg ik nu deze, die TK plus 1, wat is dat nou? Het is het minimum. De minimum van al die intervallen met K als vaste punt, eindpunt. Nou, en dit was mijn TK inderdaad. Maar plus AK plus 1 en dat weer het minimum van met AK plus 1. Dus, eigenlijk, dus dit kan ik nu herschrijven tot TK. Het minimum van dit, dat is per definitie TK. Nou ja, dit blijft zo staan en dat ook. Dus uiteindelijk krijg ik TK plus 1 is het minimum van TK plus AK plus 1 en AK plus 1. Nou, dit is wel iets lastiger dan die SK. Die SK die kregen we, SK plus 1 kregen we vrij simpel uit SK. Maar hier was het een beetje getrukt waarom je dit punt eruit trekt. Ja. Het werkt en ja, het was een geniale inval. Dat heb ik zelf niet bedacht. Maar dit werkt. Ja. Hoe je daarop komt, ja, zullen we even puzzelen. Je wilt uiteindelijk hierheen. Oké. Het is ons gelukt. En we weten nou dus dat TK plus 1 te schrijven is als functie van TK. Namelijk deze functie. Het minimum van TK plus AK plus 1 en anderzijds AK plus 1. Nou, wat we nou doen is een variabele introduceren, noemen we x, geloof ik, in de volgende slide. En als invariant willen we hebben dat x gelijk is aan tk. Dus voordat we sum updaten, moeten we eerst die variabele updaten volgens deze functie. Want dan weten we dat die variabele gelijk is aan tk plus 1. En dan kunnen we de sum updaten. Dus we krijgen nu het volgende programmaatje. Hier zie je dat dus.
Ik introduceer een nieuwe variabele x, daarvan is het idee dat die staat voor tk. En dus x hier is, moet dus tk plus 1 zijn. Maar we weten, als x hier tk geldt en we passen x op deze manier aan, dan weten we dat x hier gelijk is aan tk plus 1. En daarmee hebben we die betrekking van sk plus 1 in termen van sk. Als sum dan weer gelijk aan sk is, dan weten we dat hier geldt. Sum is minimum, is sum is sk plus 1. En dan kunnen we dus veilig k met 1 ophogen. Nou, laten we zien hoe dat bewijs. Nou, eigenlijk hoef je het dan niet meer te bewijzen, want in principe heb je het zo afgeleid. Maar laten we toch maar even zien of het inderdaad klopt. Dus dit is nou onze invariant. Dit hadden we al, sum is sk. Maar we introduceren nu een nieuwe variabele, x. En die staat voor tk. De waarde van x is tk. En dat willen we iedere keer na elke executie van de body van de loop, moet dit blijven gelden. Dat is dus onze invariant. Nou, dan gaan we eerst kijken of hier inderdaad na deze initialisatie geldt. Nou, dan moeten we wel bedenken, hoe initialiseren we x? Nou, in begin is k gelijk aan 0. Dus moet x gelijk zijn aan t0. Nou, wat was t0? Moeten we dan misschien nog even kijken. De definitie, hoppakee, waar is die? Waar stond nou die t? Even kijken. Nog verder terug? Nog verder terug. Nee, die t die kwam pas hierna. Nee. Ik zie die t-definitie van tk. Die moet hieronder zitten. Nee. Oh, er stond er niet bij. Okay. Oh ja, we hebben hem wel. Helemaal onderaan. Definition of tk. Dus tk, dan die stap daarboven zie je min sik 0 kleine dag gelijk aan i, kleine dag gelijk aan k. Oh wacht, hier. Ja. Ja, ja. Dus dit is per definitie tk. Ja, ik dacht dat ik hem nog apart in een regel had, maar hij is zeg maar verdekt opgesteld. Dus wat is dan t0? Nou, dat is het minimum van alle intervallen vanaf 0 tot en met 0. Nou ja, dat is gewoon net als s0 het eerste element. Dus zowel sum als die variabele x worden beide geïnitialiseerd op a0. En dat geeft ons in ieder geval dat na die initialisatie die invariant geldt. Dus je kunt ook gewoon afleiden, dit we willen we als invariant hebben, kun je dus ook afleiden hoe je ze moet initialiseren. Want we weten dat initieel hier k is 0, dus we weten dat ze moet gelijk zijn aan s0. En we weten dat x gelijk moet zijn aan t0. Nou, dan kijk je dus gewoon wat s0 en t0 zijn per definitie. Nou, dat is in beide gevallen a0. En daarmee weet je dus ook hoe je die sum en die x moet initialiseren. Dat komt dus ook niet uit de lucht vallen. Dat volgt gewoon uit het feit dat je k op 0 initialiseert en de definitie van sk en tk toepast. Goed. Dus dan moeten we ons overtuigen dat deze implicatie geldt. Volgens mij moet nog steeds hier in de grotere of gelijke nul zijn. Maar goed, dat is een klein detail. Goed, nu gaan we beredeneren dat deze assertie inderdaad invariant is. Dus we zetten hem als postconditie van de body van de loop. En nu trekken we hem er weer doorheen, van beneden naar boven. Vervangen k door k plus 1. Domweg, hè? Je hoeft helemaal niet na te denken, maar je moet goed bedenken, ook die indices gaan natuurlijk mee. Hè? Niet alleen hier deze k, maar ook deze indices. Dus dat doen we. Verder gaan we die sum hier vervangen door deze rechterkant van de assignment. En dan kijken we deze expressie, dat hebben we ook al eerder gezien. Maar nu hebben we hier staan, x is tk plus 1, die blijft onveranderd. Maar die passen we nu aan. Dus we moeten nou x vervangen door deze hele rechterkant van de assignment. En dan krijgen we dus deze expressie. In plaats van x is tk plus 1, krijgen we dus deze expressie.
het minimum van x plus a, k plus 1 en ak plus 1 is gelijk aan tk plus 1. Nou, dat is een hele riedel. Maar als we hier de loop binnenkomen, dit is de invariant en we weten tevens dat k ongelijk aan 0 is. Dus dit is de invariant. Nou ja, dan weten we weer dus dat omdat k ongelijk aan n is, dat k plus 1 kleiner of gelijk aan n is. En nu gebruiken we wat we al hebben afgeleid. Dat als sum gelijk is aan sk en x is gelijk aan tk, dan weten we dat het minimum van sum en tk plus 1, dat moet gelijk zijn sk plus 1. Dat hebben we uitgerekend. Maar we weten ook dus dat tk plus 1 het minimum is van die x. Ja, want die x is tk en dat is tk plus ak plus 1 en ak plus 1. Trouwens, daar staat bij de, na de do, staat 0 kleiner dan gelijk aan k plus 1, kleiner dan gelijk aan n. Maar uit de invariant moet dat k zijn. Sorry? Direct na de doel staat 0 kleiner dan gelijk aan. Ja, die, dat hoort toch hetzelfde te zijn als wat er in de invariant staat? Ja, dat is een typo. Ja, dankjewel. Ja, moet even aanpassen. Ja, je moet dat. Ja, zeker. He, want die invariant, de state verandert niet. Dus wat je altijd schrijft als preconditie van de body van de loop is gewoon domweg de invariant plus de boolean guard. Ja, dit moet klein of gelijk aan n. Maar uiteindelijk weet je dus dat k plus 1 klein of gelijk aan n is, omdat je weet dat k ongelijk aan n is. Ja, dankjewel. Ja. We gaan even afsluiten. Pauze. Oké.